Dit gaat Bart niet leuk vinden. Dus wil je dit eraf? Ja. Hoe komen we hier nou uit? Die is mega leuk. Een hele goede morgen. Het is 8 uur, rondom 8. Jax is wakker. Ik heb zelf echt een nacht gehad, jongens. You don't wanna know. Ik werd om 2:30 wakker en eens in de zoveel tijd heb ik dat. Dus een soort insomnia nacht. Volgens mij was het 5:30 dat ik ongeveer weer sliep. 6 uur, zoiets. Dus you can imagine that I need this one very much today. Wel iets heel erg leuks van vandaag is dat Bart thuis blijft bij Jax. Jola en ik op pad gaan en jullie bepalen vandaag mijn dag. Ik ga naar de kapper en ik ga een tatoeage laten zetten. Maar waar? Dat is nog even de vraag. Want daar ga ik jullie over laten beslissen. Ja. Ik heb echt heel veel zin in deze dag. Dus yes, let's do it. Ik ben dus ook nog niet aangekleed. Want ik moet nog even afwachten wat jullie reacties zijn. Die heb ik dus vanochtend, toen ik nog zo lang wakker was, alvast even online gezet. Dat zijn deze. En nou, we gaan het zien. Ja, grappig. Lekker. Dus ik heb dit aan nu. En ik ga dit eten nu samen met Jol. Zoals je misschien ziet in mijn haar, ik kan wel een kappertje gebruiken. Dus ik ga vandaag naar de kapper en ik ga jullie laten meebeslissen. Ja, en ik mag ook stylen. Ik had geen avocado meer, wat er eigenlijk onder hoorde. Maar ik heb er maar even een tomaatje bij geflatst. Ik dacht toch niet dat dat het enige was wat wij gingen eten, hè? Net zoals gisteren, boemslag. We zijn er en ik ga even kijken hoe de stand is voor mijn haar. En dan ga ik meteen maar even de nieuwe erin droppen over de tatoeage. Ik ben benieuwd wat jullie gaan kiezen, echt heel erg. Ik ben zo blij, het gaat kort. Dit gaat Bart niet leuk vinden. Oh, onder was ook wel leuk geweest met zo'n ponytje, maar had ik toch wel een beetje enger gevonden hoor. Want een pony, voordat die weer gegroeid is... Oeh, daar gaan we dan. Plaat. Plaat. Kijken wat we dan straks moeten gaan eten. Dat gaan we nu vastleggen. Daar zit ik dan. En dit is Sharona van Team Kappers. En die gaat mijn haartjes doen. En Jola komt daarna aan de beurt. Ja, ik heb zeg maar een poll gestart. En daarbij mochten mijn Instagram volgers kiezen wat mijn look werd voor vandaag. En de meeste mensen hebben gestemd op korter. Met, ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon highlights om het wat op te lichten. Gewoon van die hele fijne highlights die er al in zitten. Die en dan de bovenste. Oh ja, leuk. Ja, echt gaaf. Nee. Pas op wat je zegt, hè, Jola. Ik wil net zeggen. Beetje de dode punt, hè? Ja. Ja. Naar je arm. Nou, dat is natuurlijk een goede. Allemaal producten ingedaan, waardoor het gezonder wordt. En dat is nu eventjes 10 minuten aan het intrekken. En daarna gaat er nog een toner overheen. Dus nu zijn de highlights gedaan en dan een toner om het wat grijzer, grauwiger, of nee, hoe noem je dat, assiger te maken. En dan gaat de lengte er pas af. Look at the sexy dog. Tada! Die kleur vooral. Ik vind die kleur echt... Het is net alsof het weer helemaal mijn eigen natuurlijke blond is. Heel erg bedankt. Toppertje! Wow. We moeten echt snel door naar het volgende.
En dat is de tattoo shop. We gaan zo nog even checken, ja, welke tattoo het is geworden. We gaan dus naar de tattoo shop Trench Art. En nou ja, het woord zegt het al. Ik vond ze heel erg arty. Ze lijkt me echt een mega goeie. Ook al gaat het maar om een kleintje natuurlijk. Woe, there we are. Jee, jee, hier heb ik echt heel veel zin in. Oké, jongens, we gaan nu kijken wat het is geworden. De tattoo. Wat is het geworden? Ja hoor, duidelijk het naampje. En ja. Niet in mijn lip. En Mike die gaat het doen. Jee, yes. Vet. Here we go. Ik heb even dus in verschillende formaten. Vet hè, Jola? Gaat hij tekenen? Ja, dat is het. Vet. Heel lichtjes uitgezet, maar ja. Ziet er duidelijk alleen. Nou, bedankt. If you had one wish, what would you wish for? Here's my wish. So we only got one life to live and one story to tell. One race to win. Bom. Geen puntje. Geen puntje. Ik ga hem dus desinfecteren voor. Wow, nou ik ga hem later nog even goed showen. En super, super bedankt Mike. Jullie echt. Je ziet mij zeker nog terug voor andere tattoos. Ik ben helemaal blij mee. Ik kan nu wel. Hoe super blij ben ik hiermee, jongens. Wat super vet. En ook echt een hele leuke tattoo artist. Als jullie nog een hele leuke tattoo jongen zoeken. Deze Mike is echt een toppertje, hè, joh. Lief was hij, hè. Nou heb ik echt mega honger, man. Oké. Okay. Naar de Albert Heijn. Want jullie hebben gekozen voor lekkere muffins. Maar wij hebben meer trek. Dus we gaan meer halen dan dat alleen. Dachten jullie echt dat we alleen dat gingen eten? Hahaha. Not. Terug in de Albert Heijn. Ja, bij het brood. Hier deze kant. We hebben deze ook maar meteen even gehaald voor vanavond. Haha. Wat? 95% shoppen. Nou, dat wordt nog even langs een winkel straks dus. Jola wil naar de H&M. Moeten we wel weer even ergens anders heen rijden. We gaan nu de muffin eten. Die jullie hebben gekozen. Nee, ik ga en het drankje drinken. Tatoeage zetten is verslavend. Ik wil nu al nog een keer. Het voelt gewoon lekker. Een soort, ja, een soort net op de grens van of nou bijna het of niet. Heel anders iets is het eigenlijk. Tenzij het dus op een andere plek is, hè. Op mijn enkel, dat heeft echt heel veel pijn gedaan ooit. Toen ik het daar ooit heb gedaan. Oh jongens, ik heb dus nu de auto helemaal uitgepluist. Ik ben gewoon serieus de inrijkaart van de parkeergarageplek kwijt. Hij is gewoon weg. Hij is gewoon weg. Hoe komen we hier nou uit? En Jola, oh kijk, hij staat open. Mensen toch. Na al het zoeken ben ik bij het apparaat. Ik zag een groen lampje, ik wist niet wat het was. Ik ging voor nep praten. Toen deed ik van, hoi, spreek ik met... De poort? Nee, spreek ik met iemand van dat ding die open en dicht en open en dicht gaat. En wij hebben een probleempje, dat zei ik. En toen stond hij opeens open of zo. En toen konden we... Ja, ik denk dat we serieus echt geen kaarten uit hebben gehaald hoor. Dat hij gewoon open is gegaan. Dat hebben we ook niet gedaan. Volgens Jola hebben we dat echt niet gedaan. Dus we waren, zijn gewoon de hele dag aan het zoeken naar iets. Wat er niet was. Ja, maar goed dat ik ben gepraat voor nep. Maar nu, dus en nu, nu, en nu, en nu 5% voor naar huis. En 95% voor shoppen natuurlijk. Shoppen natuurlijk. Dus we gaan nu shoppen.
Die is mega leuk. Zoiets heb je. Nou in. Ik zie nu pas echt mijn haar van achter ook. Het ziet er wel vet uit van achter, jongens. Ja, ondanks dat jullie dit niet hebben gekozen voor Yola, neemt ze hem toch. En ik neem ook de gele. Die hebben jullie gekozen. Daar ben ik heel blij om. Ik moet het nog wel even aandoen. Deze is echt lekker. Voor nu niet, want het is nog steeds super warm. Maar voor de winter is hij super leuk. Jullie hebben massaal gekozen voor patat. Dus dankzij jullie zijn wij ongezond. De mannen. Het is weekend. Sloopjes aan, sportbroek aan. Oh. Jax erbij. Jax, mama heeft je zo gemist. Feeling used, but I'm still missing you and I can't. Oh. Tadada. Zo, op jullie verzoek. Patat. Moest je jullie. Vind je het erg, Bart? Nee, helemaal niet. Er is er eentje moe hier, hè? We gaan nog even het cadeautje aan papa geven, die we hebben gekocht. The rituals of Hammam. Hammam. A purifying ceremony for body and soul. Hey, een massageolie. Oh, ik krijg een cadeautje zodat ik jou moet masseren. Ach, jullie zouden het niet moeten zien nu. Film jezelf eens. Dankjewel. Ik ga even mijn tattoo insmeren en mijn handen wassen. Hij is wel heel vet. Eigenlijk moeten we nu nog een poll eruit gooien voor de leuke Instagram volgers bepalen mijn dag. Maar ik heb laat het eigenlijk. Laat jij naar bed gaan. Laat jij naar bed gaan? Die dacht ik, nee, je gaat gewoon al 10 minuten naar bed. Zet maar in de poll. Hoe laat gaat jou naar bed? 5 voor 9 of 9 uur? Ga je zelf stemmen. Probeer. Nee, maar nee. Ik bedoel gewoon 15:15. Ik ben eigenlijk. Je het gewoon, hè? Je zoekt altijd wel een reden. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee voor vandaag. Nee, maar ik heb nog een poll. Ik heb een poll. Ik heb een poll. Hoe laat ik naar bed gaan? Ik stop ermee, want ik heb vannacht ook echt maar. Volgens mij heb ik iets van 4 uur geslapen en Bart ook maar iets van 4 uur. Of misschien inderdaad. Moeten we Jack nu wakker maken of niet? Nee, dat gaan we niet doen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze Dies Doet video. Hartstikke bedankt voor het stemmen ook op Instagram. Ja. Dus, ja. Nou, doei! Later! Rock that joint!